In de nacht van woensdag op donderdag moest de brandweerzone Zuidoost afdeling Nino van haar buiten voor een uitslaande woningbrand aan de Nonnenmorrenstraat in Appelterre. Een van de buurtbewoners merkte rond middernacht de uitslaande brand op en verwittigde de hulpdiensten van Nienhoven. In de woning was tijdens de brand niemand aanwezig. Het stadsbestuur is op zoek naar een noodwoning, vertelde burgemeester Tanja de Jonge ons. Het is ook nog niet juist geweten hoe de brand is ontstaan. Nino's Media is het regionale nieuwsmedium voor Nienhoven en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Nienhoven en de Denderstreek op ninofmedia@telenet.be of 0495 69 32 72.